Minister Seldin heeft een team opgericht om de pompen in Wakai te repareren vanwege langdurige problemen die de watertoevoer naar rijstvelden hebben verstoord. De bewindsman beweert dat medewerkers opzettelijk problemen hebben veroorzaakt en heeft aangifte gedaan bij de politie. Een team onder leiding van Armand Bipat van de EBS zal het technisch beheer overnemen om snel de pompcapaciteit te herstellen. Minister Ramadin benadrukt het belang van educatie en voorlichting in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Hij richt zich op het Hearts Initiative van de WHO voor preventieve en behandeling van aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes. Het programma wil een gezonde levensstijl van jongs af aan bevorderen. Het ministerie draagt risicofactoren zoals inactieve levensstijl en slechte voeding te beïnvloeden. De VMS is betrokken en het doel is het stoppen van de opmars van deze aandoeningen in Suriname. Samenwerking met het ministerie van Onderwijs wordt overwogen om het gebruik van frisdrank op scholen te reguleren. Kunstenaar Kurt Nahar is geselecteerd om deel te nemen aan de 2024 Elementos de Arte Erotico expositie in Panama. Zijn werk, dat vaak seksuele thema's verkent, zal deel uitmaken van een tentoonstelling die samenvloeit met Panama's carnaval. Nahars kunst belicht verschillende aspecten van seksualiteit en cultuur. De expositie, georganiseerd door het Panama Erotic Art Collective, streeft naar het verlevendigen van erotische kunst in Panama en zal diverse media omvatten, van schilderkunst tot digitale kunst.